Dit is een prachtig, typisch Zeeuws-Vlaams punt. De samenloop van twee dijken en drie polders uit drie verschillende periodes. Maar wat deze locatie helemaal bijzonder maakt, is dit wonderlijke grafmonument hier. Het is het eenzame graf van Willem Schorer, een 18e-eeuwse regent uit Middelburg. Maar wat doet dit graf nou hier in dit Zeeuws-Vlaamse landschap? Ja, er zijn eigenlijk twee redenen waarom Willem Schorer hier begraven is. Eerste reden is dat hij al heel lang verbonden was aan deze omgeving, via zijn familie. 6 generaties lang hebben ze allerlei polders hier ingepolderd. En Willem was de 6e generatie en heel actief met de laatste polders. De tweede reden was dat hij bestuurder was, jarenlang, bij de Raad van Vlaanderen. Dat was een soort rechtbank in die tijd, die uitspraken deed over alles wat hier in de streek speelde. Hij was in het begin lid van de Raad van Vlaanderen en daarna president. Hij is 55 jaar lang betrokken geweest bij die Raad van Vlaanderen. En dat is ook de reden waarom hij dus hier begraven ligt en niet in Middelburg. Maar hij ligt hier ook op een bijzondere plek, hè? Op een dijk. Waarom niet op een begraafplaats? Nou, in die tijd was het voor bestuurders en de rijke mensen de gewoonte dat je een graf had in de kerk. En daar werd regelmatig een nieuw persoon aan het graf toegevoegd. Maar goed, die graven die verzakten wat, die stenen die lagen niet altijd vast, dus het begon behoorlijk te ruiken in de kerk. Dus vandaar ook de uitdrukking rijke stinkers. Willem Schorer was een vooruitstrevend man, had veel innovatieve ideeën en hij was al vroeg tegenstander tegen het nog langer begraven in de kerk. En hij kon als jurist en als eigenaar van land hier het voor elkaar krijgen dat hij dus bedong in zijn testament dat hij hier zelf begraven werd. In de frisse lucht? Absoluut, in de frisse lucht, op een hele mooie plaats. Nu was het zo dat hij dat nog kon doen, want 10 jaar later kwam er een wet die verbood dat mensen op deze plekken begraven konden worden. Vanaf toen moesten mensen zich houden aan de begraafplaatsen die aangewezen waren. Dus hij had het goed geregeld, mooi op tijd. Hij ligt op dit punt omdat dit een verschitterende centrale plek is tussen al de polders waar zijn familie bij betrokken is geweest wat betreft de inpolderingen. Achter mij al rond 1600, rechts van mij rond 1700 en hier voor mij de polder waar hij zelf bij betrokken was rond 1740. Met rechts de Wilhelminapolder en daarna de Hoofdplaatpolder. Dus tot de Westerschelde is het land waar hij bij betrokken was. Dus hij ligt in feite op zijn eigen landgoed? Hij ligt op zijn eigen land, ja. En waarom ligt dat graf hier eigenlijk nog steeds? Nou, hij ligt hier nog steeds, omdat het toch een vorm van respect is voor Willem Schorer, wat hij betekend heeft voor deze streek. En er zijn diverse acties wel nodig geweest om het graf echt in deze stijl te houden. Ook de familie heeft nog in de jaren 70 actie ondernomen om het graf op te knappen. De gemeente Sluis heeft haar best gedaan om er weer iets mooiers van te maken. En we gaan nu opnieuw ook iets doen om deze omgeving nog meer uitstraling te geven. Want ja, het is uiteindelijk toch voor een persoon een markante Zeeuw die veel betekend heeft voor deze streek. En hij verdient ook deze uitstraling op deze mooie plek.